Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we een nieuwe pijnproef doen. Dus ik heb hier een nest opengemaakt en ik ga nu vangen. Dat ga ik even laten zien. Het gaat om Lasius flavus, hier zit er een paar. En ik zag hier net ook al een prinses lopen. Ik weet niet of ik hem nu nog kan vinden. Nee. Nee, die zijn zich verstopt. Maar goed, ik ga er een paar vangen. Dus geef mij even mee. Dat is één. Oh, er zat er al één. Oké, nee. Ja, tot bij de pijnproef. Nou, daar zijn we weer. Welkom bij nieuw. Welkom terug. Eigenlijk, ja, jullie zijn niet weg geweest, maar goed. Ik ben nu naar een plek waar ik hem kan laten steken. Hier heb ik Lasius flavus. En let's go. Het is denk ik net zoals de Lasius niger. Dus dat steekt niet. Zo, eentje op mijn arm. Zo, gelijk dat watje op de ding. Hier loopt hij. En ik ga nu laten steken. Laten bijten eigenlijk. Steken kunnen ze volgens mij niet. Bijten wel. Nou, dat doet hij nu. Hij bijt vol. Maar hij doet echt absoluut geen pijn. Dus net zoals Lasius niger, die voel je gewoon niet. Dus ja, deze kan je ook gewoon prima houden. Is ook een prima beginnersoort. Eigenlijk is het net zoals Lasius niger. Alleen zijn ze iets minder voorkomend. En zijn ze ook geel. Dus daarom zijn, dat is ook wel leuk als je bijvoorbeeld Lasius niger als beginsoort neemt. En je wil een nieuwe soort, maar niet nog een Lasius niger kolonie. Dan kan je Lasius flavus heel goed nemen. Dat is een soort die je niet overal ziet. Dus hele, maar ook wel gewoon een leuke soort. En ook een goede beginnersoort. Dus ja, nou ja, doeg!